Wat we met bezoekers bedoelen, zijn personen die niet ingeschreven staan op Bonaire. En ook niet van de Basse-eilanden zijn. De rest zijn bezoekers, wat ons betreft. Nou, we zagen dus het vierde kwartaal was 44.000 bezoekers per vliegtuig. Dit is 10% hoger dan het niveau van 2019 voor de pandemie. Dus we zien daar een stijging. Als je naar het hele jaar kijkt, dan hebben we in 2021 111.000 bezoekers mogen verwelkomen via het vliegtuig. Maar dat is nog steeds niet het niveau van het hele jaar van 2019 voor de pandemie. We zitten op 70%, dus nog 30% te gaan om dat niveau te bereiken. Hebben jullie een indicatie waarom deze zo is? Nou, we weten dat de toerisme op gang moest komen aan het begin van het jaar. Dat had je natuurlijk in 2019 niet. Dus ja, het moet nog allemaal op gang komen. Mensen die uit Nederland komen, die zijn toch hoog gebleven gedurende deze periode. Als we kijken naar het aandeel van de bezoekers, dan zien we dat de bezoekers uit Europees Nederland in 2021 hoger zijn dan een jaar daarvoor, dus hoger zijn dan in 2019. In 2019 was het aandeel van bezoekers uit Europees Nederland 35%. In 2021 is dat 55%. Als je ook kijkt naar de bezoekers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, is het aandeel juist gedaald. In 2019 spraken we over 22%. In 2021 spreken we over 15%. Als je kijkt ook naar de bezoekers van de Amerikaanse markt, die zijn ook gedaald. In 2019 spraken we over 25% en in 2021 spreken we maar over 16%. En ja, je kan een verklaring geven door het feit dat de vliegtuigmaatschappijen langzamer op gang zijn gekomen, de vluchten langzamer op gang zijn gekomen dan de vluchten van bijvoorbeeld uit Nederland in vergelijking met die van Amerika. Dus, maar goed, je ziet wel dat de verschuiving heeft plaatsgevonden.